Wat zeg je ervan, hè? Huh? Kun jij misschien iets wat de grote en machtige Trixie niet kan? Nou, boerenpummel. Genoeg! Ik kan hier echt niet meer tegen. Laat er maar eens wat zien. Kun je met je toverkrachten ook dit? Wat een beperkt talent. Kijk en huiver bij de toverkracht van Trixie. En opnieuw overwint de grote en machtige Trixie. Er is geen enkele reden om zo te paraderen en op te scheppen. Oh. Dat is mijn taak. De namen Rainbow en Dash kreeg ik niet voor niks. Als Trixie klaar is, noemen ze jou alleen nog maar een loser. Volgens mij moet ik kotsen. Zo te zien kan een slimme pony zich beter twee keer bedenken voor hij het aandurft tegen de grote Trixie. We hebben nog een eenhoorn nodig die haar uitdaagt. Iemand die zelf ook toverkracht heeft. Ja! En die deze eenhoorn laat zien wie de baas is. Een echt gevecht van eenhoorn tot eenhoorn. Genoeg. Het is genoeg, jongens. Ik snap de hint, maar Rarity staat boven deze onzin. Rainbow Dash en Applejack gedragen zich als barbaren. Maar Rarity bewaart haar schoonheid en stijl. Oeh, wat is er dan? Bang dat je kapsel uit model raakt in het vogelnest dat jij manen noemt? Oh, kom jij maar op. Jij denkt dat je stoer bent met je zogenaamde krachten. Maar toveren draait om meer dan jouw brute kracht. Een eenhoorn moet meer zijn dan alleen spieren. Een eenhoorn moet ook stijl hebben. Een eenhoorn is geen eenhoorn zonder stijl en schoonheid. Rarity laat zich niet pakken door Trixie. Ze is sterk, ze is prachtig, ze is... Ik weet zeker dat ze iets vreselijks gedaan heeft met mijn haar! Niks hoor, zit goed. Het is prachtig. Het is groen. Wat? Oh, nee. Groen haar, niet groen haar. Oh, zo'n vreselijke, vreselijke haar. Nee. Oh, hoe durft ze? Hé, hey, Twilight, nu komt het toch op jou aan. Kom op, laat haar zien wat je in huis hebt. Wat bedoel je? Ik ben niet bijzonder. Dat ben je wel. Je bent beter dan zij. Ik ben niet beter dan wie dan ook. Ha! Denk je dat je beter bent dan de grote en machtige Trixie? Denk je dat je meer tovertalent hebt? Goed, kom op. Laat Trixie zien wat je kan. Laat maar zien. Wie, ik? Ik ben maar een gemiddelde inwoner van Ponyville. Geen toverkracht hier. Volgens mij hoor ik mijn was roepen. Sorry, ik moet gaan. Twilight? En opnieuw heeft de grote en machtige Trixie bewezen dat zij de meest geweldige eenhoorn is van heel Equestria. Alsof iemand eraan zou twijfelen. Hier is de haversmoothie die je had besteld met extra hooi, precies zoals je wilt. Hooi. Ja? Oh, vertel ons nog eens een verhaal, grote machtige Trixie. Ja, vertel ons nog eens over hoe je grote beer verslagen hebt. Trixie is veel te moe van het laten zien van die ongelofelijke trucs. Ik wil met rust gelaten worden tot morgen vroeg. Oh, natuurlijk, grote en machtige Trixie. Wat je maar wilt, we staan volledig tot je dienst. Oh, wat doen jullie tweeën?
We eren de GMT. De wat? De grote machtige Trixie. Jongen. We hadden haar een smoothie gebracht. Hoe kunnen jullie vallen voor haar onzin? Ze is zo'n opschepper. Niet zoals Twilight die... De grote machtige Trixie heeft de grote beer verslagen. Kan jouw Twilight dat zeggen? Oh ja? Waren jullie daar ook bij dan? Nou, nee, maar... Niks maar. Het bewijs zit in de pudding. Ik ben dol op pudding. Luister. Tenzij er een grote beer de straat in komt wandelen zodat Trixie hem kan verslaan, geloof ik er echt geen woord van. Trap er niet in. Een beer die de straat in wandelt. Sneels, denk jij wat ik denk? Waarom noemen ze het een vlooienmarkt terwijl ze er geen vlooien verkopen? Ja, kom mee.